Ja, nou, dit is mijn atelier voor het komende half jaar. Het winkelcentrum aan het Deltaplein in Kijkduin ligt er verlaten bij. Maar dat zal niet lang meer duren. Kunstenaars van de Hague Street Art gaan de komende maanden namelijk kleur aanbrengen aan de voormalige Kijkduinpromenade. Er zal echt geen één vierkante meter meer zijn waar geen verf op zit. Dus ja, alles wat je ziet, dus de ramen, de daken, de vloeren. We hebben carte blanche gekregen om alles te painten. En dat wordt allemaal gedaan in een passend thema. Het thema is plastic pollution, omdat Nieuw Kijkduin gaat ook werken met straatmeubilair van gerecycled plastic. Dus als overgangsfase leek ons dat een goed thema. En we willen ook eens, dat is voor ons de uitdaging, een keer proberen om iets maatschappelijker thema, om daar artworks in te maken dan dat het alleen maar een mooi plaatje is. Ja, nou, dit is mijn atelier voor het komende half jaar. Het voormalig winkelpandje. Ik denk dat het badkleding was wat ze hier verkochten. Dus een mooie paspop kreeg ik erbij. En natuurlijk de zijmuren overal. Die zijn lekker om op te werken met spuitbussen. Zelf al wel iets gedaan, maar de best is yet to come. Dan zit hier Patrick Adrenaline. Dus die zal hier zijn eigen werken gaan maken, maar natuurlijk ook buiten in het winkelcentrum. Dit was weer een opticien, dus het is wel grappig dat we allerlei verschillende zaakjes hebben die natuurlijk een heel ander doel hadden. Jill Martens die heeft dit als atelier, annex, expositieruimte. We moeten nog wel even hier stroom krijgen, die hebben we nog niet, maar hij heeft het helemaal strak getrokken om zijn werken mooi te kunnen presenteren. Ook al zit er op sommige panden geen stroom, kunnen we ze natuurlijk wel gebruiken om gewoon te painten van binnen. Of er een vette installatie in te bouwen. Het is bijvoorbeeld een leegstaande kroeg. Komt u verder. De meeste artiesten worden hier wel heel erg enthousiast van. En zien gelijk de mogelijkheden wat je hier allemaal zou kunnen doen. De artiesten hebben nog tot 1 oktober om los te gaan. Daarna gaat het winkelcentrum tegen de vlakte. Voor nu is de plek nog in de handen van de Haagse kunstenaars. Op zondag 12 mei hebben we in ieder geval een soort lancering, opening. Er komt hier ook een soort buurthuis voor de bewoners met activiteiten. Wij zorgen er gewoon voor dat er hier goede artiesten dan live staan te painten. Vanaf dan gaan we gewoon wekelijks goede artiesten uitnodigen om het te komen aanvullen.